Ik vind dat je een ontzettend leuk lach hebt. Dankjewel, dat is fijn om te horen. Ja. Mooie dag, en wist ik niet. Heb jij een compliment voor iemand? Voor iemand die, nou, ik vind dat jullie goed werk doen, mij maak je blij. Bubbeling en zo. Oh nee! Bubbeling! Dat je denkt, kan... Als je ouders er maar niet horen. Ah, dat knippen we er wel uit. Hier zijn de eerste huizen gebouwd op Eiburg en hier zou ook de eerste bewoner moeten wonen. Nou, wij dachten te weten wie dat is, maar nu zijn er meer bewoners die claimen de eerste Eiburger te zijn. Ik ga op onderzoek uit en ik ga eens achterhalen wie dan nou precies de eerste Eiburger is. Heeft u goede voornemens voor het nieuwe jaar? Och, jeetje, wat een moeilijke vraag zeg. Ik had er nog niet zo over nagedacht. Nee. Een historisch moment, zou ik willen zeggen. Nee, ik vind het ontzettend leuk dat de actieve bewoners, zoals het eigenlijk altijd is gegaan op Eiburg, het initiatief hebben genomen en gewoon hebben gezegd, wij richten die ijsclub op. Nou, en meteen dit jaar lukt het dus al om een toertocht te rijden. Afgelopen week was Eiburg in de ban van een kinderlokker. Als het veilig is in zo'n winkelcentrum, dan trekt het ook meer bezoekers en dat is ook weer goed voor de bestedingen en voor de economie van Eiburg. Er is deze week nogal wat ophef geweest over het Parents House. Nou, een huis speciaal bedoeld voor gescheiden ouders, zodat ze toch wat dichter bij hun kind in de buurt kunnen blijven wonen. Een kerstuitvoering van latten en liedjes. En wat hebben we nog meer? God. Ja, ik ga je boek overhandigen namens de uitgever, alsjeblieft. Is die bril tegen de bescherming van de dolle kraai die hier rondcirkelt? Nee, tegen wel dolle vliegen. Het is trouwens geen kraai, het zijn toch allemaal kauwen? Maar goed. Dat weet ik verder niet. Nee. Oh, nu snap ik het. Goed zo. Als je dan die sneeuw liet voelen of even zo aan zo'n wang met een sjaal, dat je zo'n glimlach zag of met die geur dat ze ineens zo opleven. En dat is het leuke hieraan, dat je af en toe ineens die doorbraak hebt en ineens die ogen ziet. En ja, ik vond het echt heel... Ja, ik vond het echt leuk. En als de Eiburgers in punt 3, nou, als zij met een externe partij in ons komen, nou, dan zijn ze klaar. Ineens, ik vind dat niet helder. Oh, ja, we zijn hier bij de opening van de Flexbib. Een nieuwe bibliotheek op Eiburg. Nou, voelt het nou dat hij er is? Nou, dat voelt wel heel leuk, ja. De Eiburger van het jaar 2015 is geworden... de boerderij op Eiburg. Hi. Welkom. Ja, Eén van jij ook had? Robert, ja. Robert. Okay. Robert, ja. Let op wat er gaat gebeuren. Kijk mee in huiver. En ik wil hem graag laten maken. Ik heb het zelf geprobeerd. Het lukt me niet. Dus ik ga nu, heb ik gehoord dat er bij de Flexbib een repair café is. Ik heb zin in koffie. Ik heb iets te repairen, dus ik ga erheen. Ja, ga maar door. Een van de meest besproken frustraties van de Eiburgers is wel tram 26. Deze tram is namelijk de enige verbinding met het centrum en heeft met ontzettend veel uitval en vertragingen te kampen. Bankjesdag, hè? Ja. Wat vind je daarvan, van Bankjesdag? Eigenlijk vind ik het Mooi initiatief, mooi idee. Ja. Ik zie hier echt een ontzettend groot kogelgat zitten. Hoe dichtbij stond u? Ongeveer 2 meter achter dit raam. Ze hebben goed gemikt. Ze hebben heel goed gemikt. Ja, ik heb een groot hoofd, dus ze kunnen goed mikken dan, hè? Dag, Karel. Dag, Torben V. Elske. Ah.